De reeks die we hebben ingezet, uh, dat is een hele lange reeks van 17 wedstrijden waarin we ongeslagen zijn. Mm -hmm. De wedstrijd daarvoor die we verloren was tegen Feyenoord. Ja. Daar is die reeks eigenlijk begonnen. Ja, hoe, is jouw, hoe is dit AZ veranderd in die tijd? Zeg maar? nou, eigenlijk zie je de meest positieve ontwikkeling die je kunt bedenken. Een ploeg die in, in wederopbouw is en met vallen en opstaan de eerste helft door, doorloopt. En vervolgens na de wedstrijd in de Kuip het goede gevoel te pakken heeft. En vervolgens dat ook weet uit te breiden naar de reeks die je zelf net hebt benoemd. Dus we hopen ook dat die reeks natuurlijk nog heel lang in stand zal blijven. Maar uh, we weten ook waar we vandaan komen. En ja. uh, dat was van ver. Dus uh, we rekenen ons nog, uh, nog zeker niet rijk. Nee, dus er zit wel een verschil tussen wat je toen hebt laten zien en waar je nu staat eigenlijk. Dan. Dat verwacht ik wel. Het is ook weer een hartstikke mooi meetmoment natuurlijk tegen ja. Feyenoord. Omdat uh, de wedstrijd tegen Feyenoord die ging eigenlijk. Uh, ja, dat was in een reeks dat we ook net van Groningen hadden verloren en daarvoor best redelijk speelden ja. met een aantal prima resultaten. En vervolgens die twee uitglijders weer moesten ondervinden. Maar daarna hebben we eigenlijk weer de weg heel snel naar boven gevonden en weten door te zetten. Ja, heb je wat toen in die wedstrijd misging, heb je dat later nog teruggezien bij je ploeg? Uh, sporadisch, sporadisch. Uh, het spelen in de Kuip is altijd een bijzondere ervaring. En uh, wat ik me nog weet te herinneren van die partij die we daar toen speelden, dat we ons de eerste helft uh, waren we echt onszelf volledig niet, waardoor uh, Feyenoord ook wat overhand kreeg. En uh, de tweede helft waren we iets beter. Ja, en dan is het uh, natuurlijk hartstikke sneu hoe die wedstrijd uiteindelijk is, uh, is geëindigd. Ja. Hoe heb je het idee dat Feyenoord zich heeft ontwikkeld de afgelopen periode? Ook goed. Ja, stabiele ploeg, presteert goed, speelt goed voetbal. En in dat opzicht uh, verwacht ik ook echt wel een, een hele mooie wedstrijd uh, komende zondag. Ja. Een van de mensen daar in vorm toch wel, mogen we zeggen, or Orkan Kokcu. Ja. Doet het goed, maakt ja. zijn doelpunten, belangrijk. Ja, is dat dan iemand die je ook extra in de gaten gaat houden zondag? Nou, niet alleen Cuxu. Uh, nee. Ze hebben heel veel goede spelers, maar Cuxu uh, inderdaad een hele positieve ontwikkeling. En uh, het is mooi om te zien ook, want het is nog een hele jonge speler. Uh, mooi om te zien ook dat hij zich op deze manier doorontwikkelt. Pantruus Hadsiakos viel vorige wedstrijd uit. Hoe is het met zijn fitheid? Is hij weer terug? Kan hij spelen? Ja, dat gaat goed. Hij heeft eigenlijk niet of nauwelijks iets gemist en uh, is weer in training. Dus we hebben nog twee dagen en dan uh, gaan we ons rustig verder voorbereiden. Hoe is het verder met de fysieke fitheid van de ploeg? We weten dat Jelle duin natuurlijk langere tijd uitgeschakeld is. Ja. En de rest is iedereen. Ja, van... Yusuf is nog niet klaar. Dus die heeft ook nog wel even nodig. Maar uh, het gaat de goede kant op. Eigenlijk is uh, verder iedereen uh, prima beschikbaar. Ja. Thuis, voor het publiek, uh, een heerlijk affiche. Ik kan me voorstellen dat je er ook wel heel veel zin in hebt. Ja, ja zeker. Maar we gaan rustig die spanningsboog uh, gaan we verder opbouwen. En uh, vandaag nog heerlijk trainen, morgen nog goed trainen. En dan zorgen dat we zondag helemaal opgeladen zijn voor die wedstrijd.